Ja, ik kom weer rond. Oh ja, keurig. Ook hier wordt het vlees gewogen vandaag, hè? Gelukkig wel, ja. Ja, mooie dag vandaag. Dubbele verkiezingen. Dubbele verkiezingen, ja. Nou ja, mijn vrouw stemt voor mij. Dus ik heb al een voorkeurstem. Dus ik hoop dat ik straks met die koeien ook zo krijg. Mag ik zeggen dat dit jullie lijsttrekker is? Ik denk het wel, ja. Dat mag je wel zeggen, ja. Daar hou je op aan. Dus. Ja, wat verwachten jullie ervan? Wat we van verwachten? Nou, het is, wat hier allemaal staat, het is gewoon supervee wat er allemaal staat. En ja, hoe voelt het beest aan? Hoe komt hij tevoorschijn? En dat zijn allemaal medefactoren waarvan je zegt, jongens, van heet je de kampioen of heet je de kampioen niet? Maar je weet het, hè? Tentoonstelling kan ook teleurstelling wijzen. En daar moeten we maar gauw overeen stappen dan weer. Kees Blokdijk, ja. De beste van Paasvee in Schagen. Ja, dat klopt, ja. Gisteren, prachtige mooie dag. Mooi weer. Ontzettend veel vee was er aanwezig. Ontzettend mooi vee, goed vee. Ja, en dan een kampioen, hè. Dat is fantastisch. Ja, vorig jaar ging het net mis, geloof ik. Ja, klopt, ja. Nou ja, je kan niet altijd met de bruid dansen, zeggen ze wel eens. Maar dit jaar was wel subliem. Ook omdat wij van het jaar nog 30 jaar bestaan. Hier in Medemblik. Nou, dat is gewoon een... Ja, feest. Ja. Slachten jullie nu hier in Medemblik ook nog zelf de koeien of gebeurt dat op een andere locatie? Nee, we slachten niet hier zo. Ze worden vlakbij bij de mesten worden ze geslacht. Dus een paar dagen rust worden ze geslacht. Dan komen ze volgende week donderdag komen ze in de vitrine. Blij met je baas? Ja, zeker weten. Ontzettend trots, denk ik. Heel bedoeld. Was je erbij? Of, Nee, ik stond hier. Moest gewoon gewerkt worden. Balen? Ja, zeker weten.